Goedenavond allemaal en welkom bij deze webinar over het Zweedse Lapland. Dit is Bas, ik ben Nina en samen met Suzanne zijn wij het Lapland team bij Rixa Travel. Rixa Travel staat bekend om hun individuele verre reizen, maar hebben ook verschillende bestemmingen dichter bij huis. Lapland is een bestemming die wij al 10 jaar aanbieden en vanavond willen we jullie graag meenemen op reis naar het Zweedse Lapland. We gaan jullie vanavond iets meer vertellen over wat is Lapland nou eigenlijk. We gaan je meenemen naar de verschillende belevingen die je in Lapland kan gaan doen. Excursies die je kan gaan doen. We vertellen je meer over de accommodaties en over de zekerheden van Rixa. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je je veilig voelt om een reis te boeken in deze situatie. En daarna is er ook nog tijd voor wat vragen. Bas, wil jij ons wat meer vertellen over wat Lapland nou eigenlijk is? Ja, graag. Lapland is geen land, zoals sommigen eigenlijk wel denken. Nee, het is meer een regio, een culturele regio. Het is het leefgebied van de Sami. Dat is een nomadisch volk, van traditie nomadisch volk in rendierherders in het noorden van Europa. Het beschrijft eigenlijk verschillende landen. Het is het noorden van Finland, het noorden van Zweden, het noordste gedeelte van Noorwegen en zelfs een stukje Rusland. In totaal is het 10 keer zo groot als Nederland, een heel groot uitgespreid gebied. Dat grotendeels in de Poolcirkel ligt. De beste reistijd, wil ik ook nog even hebben, om naar Lapland te gaan. Vooral als je de winter en echt het winterse sprookjeswereld wil ervaren, dan moet je er in de winter heen en dan wil je ook een beetje sneeuwzekerheid. Dat heb je eigenlijk van december tot en met maart. De beste tijd om het noorderlicht te spotten is eigenlijk van september tot april kun je het spotten. Met de beste maanden is eigenlijk december en januari. Bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld op het pak ijs, de Baltische Zee, kun je met een ijsbreker daar de zee op. Dat is eigenlijk vanaf januari, dan is het ijs daar dik genoeg voor. Het klimaat, nou daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn, is heel koud. Maar goed, gelukkig kun je daar gewoon goed op kleden. Hè? Ja. Warme handschoenen. Een goede muts mee. Dat is essentieel. En laagjes. Dat is eigenlijk de truc. Vooral gewoon veel laagjes aantrekken. Thermokleding. En daar kom je er wel. Veel van de activiteiten die we aanbieden, daar is ook de bepaalde kleding bij inbegrepen. Dus krijg je snowboots, thermo overal. En de scouts zullen het niet snel krijgen. Dan over naar de voordelen eigenlijk van Zweeds-Lapland, want daar zoomen we een beetje op in tijdens deze presentatie. Zweeds-Lapland is een heel uitgestrekt gebied. Hè. Het is ook wel de laatste echt wildernis in Europa genoemd. Het is 2,5 keer zo groot als Nederland, maar er wonen maar 90.000 mensen. Dus probeer je dat een beetje in te beelden. Het is echt gewoon heel ver van de bewoonde wereld. Echt puur natuur wat je daar nog treft. Verder is het gewoon heel kleinschalig en persoonlijk. Zeker ten opzichte van buurlanden Finland en Noorwegen. Het is een stuk minder toeristisch. Het is uitgestrekte gebieden en minder toeristisch en kleinschaliger. Verder is het ook ideaal voor een kortere trip. Dus eigenlijk vanaf een dag of vier al. Je vliegt er in een paar uur vlieg je er al heen. En het leuke is dat je ook vanuit 1 of 2 verschillende locaties kun je heel veel verschillende activiteiten kun je daar ondernemen. En het is een wintersportbestemming. Ook de Zweden zelf gaan graag naartoe om te skiën en te boren. Maar naast het skiën en traditionele wintersport is er nog veel meer te beleven. En zo mijn collega Nina ook wat meer over gaan vertellen. Ja, we gaan even inzoomen op een aantal verschillende excursies. Dan wil ik je laten zien aan de hand van een filmpje. En ik zal je tegelijkertijd ook wat meer erover vertellen. Allereerst beginnen we met de Huskytocht. Voor mij tijdens mijn Laplandreis was de Huskytocht echt wel het hoogtepunt. Je komt daar aan en je ziet meteen die honden en je voelt meteen ook echt die energie van die honden. Je hebt er gewoon meteen zin in. Die slee staat klaar voor jou om op te springen. En met die mooie honden en natuurlijk de gids op pad te gaan voor een avontuur. Tijdens deze excursie kan je met z'n tweeën op een slee zitten. Je kan ervoor kiezen om lekker onder een dekentje te kruipen en achter in de slee te zitten. Vooral lekker te genieten van de natuur.
Maar dan moet je natuurlijk wel je captain goed voor vertrouwen, want die bestuurt natuurlijk de slee. Hij of zij staat voorop en dat is ook wel heel erg leuk. Het is niet heel lastig, de gids zal je ook wel uitleggen van tevoren hoe het werkt om zo'n slee te besturen. En uiteindelijk volgen de huskies toch ook wel de voorste slee, waar een van de gidsen ook staat. Dus ik weet zeker dat dat helemaal goed gaat komen. De volgende excursie waar we naar willen kijken is het Noorderlicht. Letterlijk willen we het allemaal natuurlijk bekijken en het gaan spotten. Het Noorderlicht is een vuurwerkshow van de natuur en het is ook echt het is een natuurverschijnsel. Dus daarin kunnen we helaas niet garanderen dat je het ook echt gaat zien. Wat we wel kunnen garanderen tijdens deze excursies is dat je echt een unieke belevenis gaat hebben in de avonduren in Lapland. Zo'n Noorderlicht excursie is namelijk niet alleen maar naar boven kijken en hopen dat je het ziet. Nee, je gaat natuurlijk ook op pad om naar een donkere plek te gaan waar het Noorderlicht heel goed te zien is. Dan kan je bijvoorbeeld met de huskies naartoe of met de sneeuwscooter, met de rendieren. Maar het is ook bijvoorbeeld mogelijk om een diner te boeken. Op een vroeg meer bijvoorbeeld te gaan dineren en dan het Noorderlicht boven je hoofd te gaan zien. De laatste excursie waar we op willen inzoomen is de sneeuwscooter excursie. Maar dat is echt een groot avontuur natuurlijk. Het gaat gewoon een stukje harder. Ik denk Bas, het is gewoon een grote droom van elke man, denk ik. Echt super tof. Ja, het gaat inderdaad een stukje harder dan met de huskies. Dus ja, je hebt gewoon volle power en je kan ook echt wel flink wat kilometers hiermee afleggen. Het hoeft natuurlijk altijd niet altijd heel hard te gaan. Je kan natuurlijk ook even wat rustiger aandoen en genieten van de natuur. En daarom is het ook heel erg leuk om juist met z'n tweeën op die scooter te zitten. Je hebt de mogelijkheid om ook alleen een scooter te hebben. Voor als je allebei leuk vindt om te sturen. Maar wat ik persoonlijk heel erg leuk vind, is juist om samen op de scooter te zitten. Dan kan degene achterop iets meer genieten van de omgeving en alles wat langskomt. En degene voorop die heeft ook even een speelkwartiertje om lekker te gassen. En het voordeel van voorop zit is natuurlijk dat je halfverwarming hebt in je gas. Ja, je kan halverwege de tocht vaak ook even wisselen. Hè? Dus even een stopje even, heb je vaak een kampvuurtje, kun je even opwarmen en dan kan je het allebei keer ervaren. Dus je kan een beetje zetten. Ja, precies. Even kijken. De laatste excursie waar we graag even op willen inzoomen. Gaat over de rendieren en de Sami-cultuur. Want wisten jullie dat de Sami-cultuur eigenlijk de enige inheemse bevolking is in Europa? Is er dat was? Ja, inmiddels is het. Nee, de Sami-cultuur die wonen in Lapland, maar je moet ze geen Lappen noemen, want dan zijn ze beledigd. En de Sami hebben ook een eigen taal. En bijvoorbeeld, de Sami's hebben 200 verschillende woorden voor sneeuw. Ja. Iets wat ze in winter elke dag zien natuurlijk. Zoals in Nederland motregen, plensregen, en we hebben zij verschillende woorden voor sneeuw. Ook wat je natuurlijk bij de Sami terugvindt is het allerbelangrijkste voor de Sami zijn de rendieren. Nou, zoals wij koeien of schapen houden, hebben zij rendieren. Die houden zij voor hun vacht, voor het vlees en uiteraard natuurlijk als transportmiddel. Het is wel traditioneel, vaak zie je ze nu ook wel op sneeuwscooters rondrijden, maar traditioneel gezien zijn het rendiersleeën. Als je deze excursie wel boekt, ga je een kijkje nemen in deze cultuur. Die gids, die ook onderdeel is van de Sami, die gaat je alles vertellen over hun gewoontes en hoe ze daar leven. En je kan een dagje meelopen als rendierherder. Dus ga je mee om de rendieren te voeren en je gaat uiteraard ook een ritje maken met de rendierslee. Heb je in de vakantie al eerder een husky of een sneeuwscooter excursie gehad, dan moet je niet te veel verwachten van de snelheid van deze rendieren. Dat is nogal lekker rustig. Ja, het is gewoon de cultuur, dat maakt het wel interessant. Ja. En ik denk dit, net als andere belevingen die we net benoemd hebben, je kunt gewoon korte varianten, die even daarmee kennis maken. Ja. En je hebt ook gewoon lange varianten, die een hele dag of zelfs twee dagen bijvoorbeeld een husky tocht maakt, of sneeuwscooter, of dus inderdaad wat meer de Sami beter leren kennen. Dus, Ja, en bijvoorbeeld bij de sneeuwscooter hebben we verschillende soorten varianten. Sneeuwscooter heb je ook in combinatie bijvoorbeeld met het ijsvissen.
En zo kan je heel veel excursies eigenlijk helemaal op maat. Ja, dat is nog veel meer. Ook Zweden, je kunt ijs klimmen, dat je bevroren waterval opklimt. Er zijn er bepaalde plekken aan de kust waar je met een hoevenkracht het pakijs op kunt. Met de paard kan je ook nog het wild in gaan om eland te spotten of 's nachts het noordenlicht te spotten. Zijn eindeloos veel mogelijkheden. Daar hebben we nu misschien de tijd om helemaal erop in te gaan, maar ja, daar leggen we graag in een persoonlijk gesprek wat meer over uit. Ja, dus, ja. En een leuke excursie is onder andere ook het bezoeken van onze accommodaties. En daar gaat Bas ook iets meer over vertellen. Ja, want eigenlijk zijn veel van de accommodaties eigenlijk een onderdeel van de beleving. En we hebben hier nou een filmpje ook van het ijshotel. Dit is ook echt het originele ijshotel. Dus voor het eerst hier gebouwd, al meer dan 30 jaar geleden. De eerste editie. En eigenlijk wordt het elk jaar wordt het opnieuw opgebouwd. In het voorjaar dan smelt alles, is het verdwijnend weer. Maar dan, begin van de winter, dan komen eigenlijk kunstenaars over heel de wereld. Die komen daar naartoe en die gaan het helemaal opnieuw opbouwen. Van het ijs uit de rivier, in combinatie met sneeuw, bouwen ze dat hele kunstwerk op. Elke kamer is ook uniek. Met, ziet er weer heel anders uit. Je kunt er overnachten, wat heel tof is. -5, het is echt wel koud. Maar je hebt een rendiervel. Een slaapzakje erop en dat houdt je wel warm. Maar goed, ook wel als je er niet overnacht, is wel de moeite waard om het gewoon te bezoeken. Je kunt dan naar de ijsbar gaan. Koud bier te drinken. Ja, uit het glas van ijs. Dus hoe tof is dat? Dus nee, dat is alleen wel leuk. Maar naast het ijshotel hebben we nog veel meer accommodatiemogelijkheden. Een van de meest populaire is toch wel de cabins en de chalets die we op aanbieden bij de verschillende lodges. Naar je eigen huisje, zeg maar, waar je dan in verblijft. En vaak op mooie plekken in de natuur. En waar je met een beetje geluk hoef je niet eens op excursie te gaan. Dan zie je het noordenlicht zo al vanuit je huisje. We bieden ook hotels aan, met name in de steden. Nou, steden is groot woord, meer de dorpen, zeg maar, die we dan hebben in Zweedse Lapland. En het leuke daar is dat je ook meer keuze hebt uit verschillende restaurants en zo in de omgeving. Dus heb je daar ook meer vrijheid in. Wat ik zelf persoonlijk, en dat was het hoogtepunt van mijn reis, is ook mogelijk om je eigen iglo te bouwen. Soms hebben ze wel staan waar je kan overnachten, maar je kunt er ook zelf eentje bouwen. Dat je hem helemaal zeg maar, met sneeuw kunt opbouwen. En het is wel pittig hoor. Ja? Want je denkt, je staat er in de kou, het is -20, dat krijg je koud. Maar je bent zo actief daarmee bezig en je moet heel veel berg sneeuw uitgraven. Nou ja, heel verhaal. Daar vertel ik je graag nog een keer wat meer over. Maar het is echt wel heel tof om dat zelf te bouwen. Dan in een slaapzakje erin te overnachten. Echt een once in a lifetime experience. Goed om ook nog te vermelden is de beschikbaarheid. Want zoals ik zei, we werken veel met kleinschalige lodges en accommodaties. Maar weinig kamers. En we zien nou dat Zweden is een van de weinige bestemmingen waar je nog gewoon veilig op reis kunt. Het is nog code geel. Je kunt er gewoon veilig heen. Maar daardoor zorgt wel voor dat heel veel interesse is naar de bestemming. En dat veel accommodaties langzaam nog vollopen. Dus wil je nog deze winter die kant op gaan, neem dan snel contact met ons op, want we zien dat het heel hard terugloopt. Op het moment van boeken, dan gaan we ook echt kijken van wat zijn precies de mogelijkheden. Veel van de excursies die we benoemd hebben, die kun je ook van verschillende plekken kunnen dat uitvoeren. Dus dat is ook wel om goed op te weten. Heel erg flexibel dus eigenlijk. Ja, dat is het wel. En het is van, kijk, eigenlijk maakt het niet uit waar je verblijft. Je kunt overal wel gewoon die toffe activiteiten doen. Elke locatie heeft wel net wat anders. Zo hebben we dan gebied Luleå, dat is meer aan de Baltische kust. Daar heb je meer, dan zit je aan de zee en heb je pakijsactiviteiten daar. En we hebben Kiruna, dat is meer in de Poolcirkel, wat centraal gelegen. Kun je ook op vliegen. En we hebben Abisko, meer tegen de grens van Noorwegen. Dat is een groot nationaal park en dat is een van de beste plekken ter wereld om op het noordenlicht te spotten. Dus ook elke locatie ook weer zijn unieke beleving. Nou hadden we ook een hoop vragen binnengekregen over reizen met kinderen, families. Dus daar zou ik graag ook even in willen zoomen. Zweedse Lapland is een onwijs familievriendelijke bestemming. Veel accommodaties zijn er echt op ingericht. Met name de cabins bijvoorbeeld hebben vaak meerdere slaapkamers, wat ideaal is voor gezinnen. En je hebt activiteiten die zijn gewoon leuk voor jong en oud. Ik bedoel, welk kind wil het gewoon niet gewoon lekker in de sneeuw spelen? Hè? Die winters die we ooit in Nederland zo hadden, dat vind je hier niet. Daar is gewoon gegarandeerd, zit je in de sneeuw. Ja. Dat is wel hartstikke leuk. En neem dan de huskies, de rendieren, elanden spotten. Ja, zoveel dieren en wildlife, dat spreekt altijd wel aan.
Goed om te benoemen is ook de minimumleeftijd. Ik kreeg er ook wel vragen over, nou, hoe oud is het dan? Is het leuk met kinderen? We zien gewoon, eigenlijk is er geen strikte minimumleeftijd voor de activiteiten. Er wordt vaak wel aanpassing gemaakt. Dus ga je bijvoorbeeld op een sneeuwscootertocht. Kijk, dan kan je niet zelf achterop de sneeuwscooter, maar dan hangen ze een sleetje achter en dan kunnen ook voor gezinnen, maak zo mogelijk om mee te gaan. Met iets kleinere kids. Ja, dan is het ook mogelijk. Kijk, ja, wel advies, onze eigen ervaring is wel met kinderen vanaf een jaar of 8. Kijk, dan, ja, dan kun je echt, haal je het meeste uit de activiteiten. Dan blijft het ze ook nog langer bij en dan, ja, dan zul je de meeste plezier hebben. Ja, op het, met jonge kinderen kan het uitstekend. Het is ook mogelijk om activiteiten, vaak worden die uitgevoerd in kleine groepjes. Tussen de 8 en 12 personen, zeg maar. Dat is een beetje de gemiddelde groepsgrootte. Maar je kunt ook eventueel nog privé activiteiten boeken of aanvraag. Dus daarvoor kun je gewoon contact met ons opnemen. Nou, het is ook belangrijk, het is gewoon een veilige bestemming. Dat is ook voor gezinnen natuurlijk heel belangrijk. En je kunt er gewoon heel erg onbezorgd gewoon op reis. Nou, als we het daarover hebben, misschien goed. Nina, ook even kijken wat wij als organisatie nog verder aan doen. Ja, precies. Ja, ik wil je graag even meenemen in de 8 zekerheden van Riksja. Ze staan ook allemaal op de slides, kan je rustig nog even lezen. Maar ik wil graag de belangrijkste toch even meenemen. Want veiligheid en zekerheid staat gewoon volop bij Riksja Schiphol. Zeker in deze tijden, maar het is ook altijd natuurlijk al geweest. We begrijpen dat het onzekere tijden zijn, ook om een reis te boeken nu. En daarom is het gewoon extra belangrijk dat je ook gewoon echt op ons kan rekenen. We werken samen met lokale partners, dus wij en de lokale partner. Zullen ervoor zorgen dat jij een unieke ervaring gaat beleven in Lapland. En indien nodig, je kan altijd op ons rekenen. En indien nodig, als je naar huis moet gebracht, gaan we daar ook zeker in assisteren. En dat is ook zeker belangrijk in deze tijd. Het is ons natuurlijk ook niet allemaal ontkomen dat Rutte ons heeft toegesproken over het reizen in deze periode. Rutte heeft vorige week gezegd dat reizen tot half januari niet geadviseerd is eigenlijk. En daar zijn we ons zeker van bewust. Dus daar willen we graag het gesprek over aangaan met jullie, als jullie alsnog een reis willen maken. Want dat vinden wij ook. Zweden is op dit moment nog code geel. Dus we kunnen een mooie reis voor jullie regelen. Dus als jij het avontuur met ons wil aangaan, dan gaan wij die met jou aan en dan kan je deze winter alsnog een mooie reis gaan maken. Ja, het is ook gewoon een veilige bestemming. Ik bedoel, het is heel dun bevolkt. Ja. Dus de risico's zijn er kleiner dan ze eigenlijk hier op het moment. Dat denk ik ook. Dus, precies. Maar goed, we hebben ook nog de volgende slide eigenlijk, waar we het hebben meer over de flexibele boekingsmogelijkheden. We willen graag ook een mooie reis natuurlijk gaan maken met jullie. En daarom willen we ook toch de drempel laag leggen om met onze reis te boeken. Dus daarom nu zeggen wij, bij boeking heb je geen aanbetaling. En je kan de reis tot 45 dagen voor vertrek nog kosteloos bij ons annuleren. Voordat we doorgaan op de vragen, heb ik nog een klein filmpje voor jullie. Van een van de excursies die nog steeds bij ons beiden, volgens mij, heel erg op de bucketlist staat. Wat je hier ziet is onze ijsbreker excursie vanuit Lulia. Dat is het Zweedse Lulia. Je gaat zoals je ziet mee op de boot. Een mooie tocht maken door het witte landschap. En je ziet dat iedereen van die gekke oranje pakken aan heeft. Die trek je aan zodat je warm blijft. Als jij in het wak duikt om even te gaan dobberen. Ja, het zijn dry suits. Ik bedoel, wel collega's die het wel excursie hebben gedaan. Die vond het fantastisch. Je blijft helemaal droog, je bent gewoon warm. En je blijft dobberig, hartstikke veilig. En je ziet ook de ijsbrekers ook een beetje, het is niet alleen voor de toeristen. Die ook een doel, het is ook bij de eilanden voor de kust. Die moeten ook, de vaarroutes moeten bevaarbaar blijven. Dus daar worden ze ook voor ingezet. Maar ja, het vond het ook gewoon een hartstikke leuke activiteit. Dus We zien al wat vragen binnenkomen. Er is genoeg ruimte om vragen te stellen, dus heb je een vraag, stel ze vooral. We zullen even ook de vragen nalopen om te kijken of er wat dubbele vragen zijn, maar dat komt zeker goed. Komt jouw vraag niet aan bod, dan is het altijd mogelijk om een persoonlijk gesprek met ons in te plannen, zodat we al jouw wensen gewoon kunnen doorspreken. Als het goed is heb je nu ook onze contactgegevens in beeld.
schrijf ze even op en ja, wij staan voor je klaar deze week en alle komende weken om een mooie reis voor jou in te plannen. Even kijken, we hadden van tevoren al wat vragen binnengekregen. Ja, misschien is het goed om daar eerst even doorheen te lopen. Ja. Ik had hier eentje over de vluchten, de vluchtmogelijkheden. Er zijn helaas geen directe vluchten naar Zweeds-Lapland. Die gaan via Stockholm, vlieg je dan. Er zijn wel goede verbindingen in. En met name met Scandinavian Airlines hebben wij ook een goede relatie. Hebben we ook aparte tarieven, flexibele boekingsmogelijkheden met Scandinavian Airlines. Ja. Dat is een van de partners waar we mee werken. Er zijn ook mogelijkheden met KLM, met Norwegian, bepaalde combinaties. Het ligt er net een beetje aan wanneer je precies op reis wilt, maar daar kunnen we jullie graag over adviseren. Even kijken. Wat hadden we nog meer? Ik zie een vraag hier. Ik wil heel graag naar Lapland tussen januari en maart, maar durf nog niet te boeken. Wat is jullie advies hierin? Bas, kan jij hier antwoorden? Zoals je eigenlijk net al zei, van we hebben nu die flexibele boekingsvoorwaarden. Ja. De bestemming staat nog op geel, het is gewoon veilig. Er is veel te doen geweest, ook over het beleid in Zweden. Dus zeker begin van de crisis, zij waren altijd heel open en hebben altijd het reizen is altijd mogelijk geweest. Dus niet iedereen was het er mee eens hoe ze het hebben aangepakt, maar één ding is zeker, ze zijn wel heel consistent erin geweest. Ja. En het ziet er ook niet naar uit dat er snel verandering in komt. Dus je kunt gerust nog gewoon met ons boeken. Zeker met ons flexibel boekingsbeleid loop je ook geen enkel risico. Ja, precies. Ik denk dat er wel een vraag is die daar goed op aansluit. We zijn heel erg benieuwd naar het Zweedse Lapland in de kerstvakantie. Maar wat als dit land dan oranje kleurt? Wat denk ik belangrijk is om te weten is natuurlijk ook, hè, als jij een reis boekt terwijl het code geel is, dan is het ook goed om ook je verzekering te contacten om te kijken wat zij dekken indien een bestemming code oranje kleurt. Maar als jij voor vertrek, als het eigenlijk oranje wordt voor vertrek, dan gaan we gewoon in gesprek samen over om te kijken wat jouw wensen zijn. Kijk, je kan altijd ons even bellen als je hier onzeker over bent. Maar over het algemeen kan je onze reizen ook altijd uitstellen of omboeken. Rijksstaat Schiphol heeft meer dan 50 bestemmingen ondertussen. Ja. Ver weg en ook dichterbij. En dan gaan we gewoon kijken of er een passende oplossing voor is. Ik had nog een vraag die ook binnen was gekomen. Dat ging ook over corona. En de vraag was, moet je je laten testen op corona aankomst? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Dat hoeft niet. Nee, dat is geen verplichting. Verder hanteren we wel dezelfde maatregelen zoals in Nederland doen. Dus gepaste afstand, vaak je handen wassen. Nou, kennen allemaal het verhaal natuurlijk. Ja, even kijken. Zullen we overgaan op de vraag die zojuist binnen zijn gekomen, Bas? Ja, laten we eens even kijken. Even kijken. Zijn de prijzen hoger geworden door de gevolgen van COVID-19? Dat denk ik niet. We werken samen met lokale partners. En daarmee hebben we gewoon contractprijzen eigenlijk altijd afgesproken. Vaste afspraken. Dus vaste afspraken en daardoor zijn prijzen niet omhoog gegaan. Even kijken hoor, zo moeilijk te lezen. Zijn er ook activiteiten dan die anders worden? Oh, sorry. Anders worden ingericht of is alles nog steeds mogelijk? Ik denk dat het dan vooral bedoeld wordt qua groepsgrootes, de excursies. Ja. Nou, er zijn bepaalde excursies. We hadden een hele leuke excursie die in het verleden ook aanboden. Dat was, kon je een bepaalde kookcursus dan samen met de Sami. Dat wordt op dit moment niet meer wordt dat uitgevoerd. Dat het toch niet mogelijk was om daar de juiste afstand te houden. Maar verder eigenlijk alle excursies die we net benoemd hebben, die gaan gewoon door. En overal wordt gewoon rekening mee gehouden met corona. Het is ook veel in de buitenlucht, dus dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Je bent lekker veel buiten. Dus daar over het algemeen, als je een sneeuwscooter-excursie, dan zit je natuurlijk met tweeën op de scooter. Dus niet dat je met tegen. Je wordt ook niet met iemand die je niet kent samen op een sneeuwscooter gezet. Nee, nee, dat is, nee. Wat dat betreft zijn er kleine aanpassingen, maar die hebben geen negatief effect verder op je beleving. Ja. Okay. Even kijken, wat is het verschil qua natuur tussen het Zweedse en het Finse Lapland? Nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Misschien kunnen we even ook het algemeen kijken wat het verschil is tussen het Zweedse, het Finse en dan hebben we ook nog het Noorse Lapland natuurlijk. Ja. De verschillende natuur, ik denk dat het Finse natuur is gewoon heeft iets meer boslanden denk ik ook. Iets meer de witte bomen die je ziet, de wit besneeuwde bomen.
En Zweden is daarmee iets ruimer. Dus je hebt ook echt iets meer lege dallen. De plekken die wij natuurlijk ook in Zweden aanbieden, dat kan ook aan de kust zijn. Dus daar heb je ook de grote bevroren wateren. Ja, het pak ijs de zee, dat is wel echt heel gaaf. Dat is denk ik wel een groot verschil. Groot verschil. En, maar ook, je kunt ook de bergen in, bij Abisko, dus het noordelijk gedeelte. Ja. Dus een bergachtig gebied, ook ideaal voor skiën, snowboarden. En voor het Nederlands licht spotten. Hè. Je zit hoog in de bergen, vaak heldere hemel, geen lichtvervuiling. Dus ja, meerdere malen uitgeroepen als dé plek om het Nederlands licht te spotten. Ja, en ik denk ook verder als we even kijken naar wat wij aanbieden in de drie verschillende plekken. En daarin denk ik dat het alle drie heel erg verschillend is qua excursies die we aanbieden. Zo heb je in Finland gewoon specifieke dingen die daar ook echt meer voorkomen of die daar zijn, wat niet in Zweden is. Je hebt bijvoorbeeld het Santa Claus Village bij Rovaniemi, waar de kinderen bij kerstman op schoot kunnen, nou zeggen. In Zweden hebben we de excursies zoals de Hoovercraft, waarbij je met Hoovercraft over het meer gaat. En in Noorwegen is het ook alweer heel erg anders wat we aanbieden. Daar verblijf je namelijk iets meer in de stad. En dan heb je overdag juist echt excursies waar je wel echt het Lapland gaat ontdekken. Dus nog steeds met de sneeuwscooter of de huskies. Maar s'avonds kom je toch wel gewoon iets meer terug naar het stadsleven. En daar is het ook mogelijk om walvissen te spotten. Ja, heel tof. Alleen jammer, dus op dit moment zijn dus reisbeperkingen na Finland en na Noorwegen. Dat betekent dat je in quarantaine moet als je die bestemmingen aankomt. Qua corona, er zijn weinig besmettingen daar. Dat willen ze ook graag zo houden. Dus vandaar dat ze die beperkingen hebben ingesteld voor landen als Nederland en België op het moment, helaas. Maar ja, hopen toch dat er snel ook weer veranderingen komt. Ja. Dus als die van dit jaar ook volgend jaar natuurlijk blijven deze bestemmingen gewoon mogelijk. Gaan we kijken naar de volgende vraag. Wat is de reden dat Zweeds Lapland minder toeristisch is? Prijs, bereikbaarheid en mogelijkheden. Ik denk dat dat voornamelijk is ook vanwege de beschikbaarheid. Daar ben jij. Het is wat kleinschalig, is minder beschikbaar. Dus je hebt dan minder grote groepen. Kijk, in Finland heb je gewoon veel meer hotelmogelijkheden. Wat grotere accommodaties. Er zijn ook veel meer vluchtmogelijkheden. Er zijn ook een aantal directe charters naar die bestemmingen toe. Dus dat zorgt gewoon dat er veel meer mensen, veel meer mensen op afkomen. En dat het net wat toeristischer is. Veel activiteiten worden vaak ook uitgevoerd in wat grotere groepen daar. En dat maakt juist Zweden zo speciaal. En dat het denk ik ook heel goed bij Riksja past. Dat het gewoon net wat kleinschaliger is. En dat is echt waar wij als organisatie ook voor staan. En juist dat persoonlijke contact. Net iets meer die focus op die Sami, op de cultuur. Dus los van toffe activiteiten, mooie natuur, heb je ook dat stukje cultuur. En die afwisseling daarin, dat maakt het zo speciaal. Dat denk ik ook, ja. Van welke leeftijd mag een kind op een sneeuwscooter? Goeie vraag. Wat ik over het algemeen zie en wat ik ook hoor van ook onze lokale partners, is daar niet altijd een bepaalde beginleeftijd aan zit. Je hebt ook heel erg verschillende kinderen. Sommige kinderen zijn 12 en die zijn al bijna langer dan hun ouders. Maar je hebt ook iets kleinere kinderen. Dus dat ligt ook echt wel gewoon aan jouw kind. Ik denk dat het heel goed is om daar gewoon ook even contact met ons over op te nemen. Want dan kunnen we er gewoon even over hebben. Maar over het algemeen zeg ik, vraag je als jouw kind jou gewoon goed vast kan houden, dan kan... Waar je jezelf veilig bij voelt. Kijk, ik zou zelf, drie kinderen, ik zou zelf zeggen vanaf een jaar of 12 zou ik het veilig voelen om de kinderen achterop te nemen. En anders is het toch net wat veiliger in de slee. Het is ook wat comfortabeler voor de kinderen. Het is ook hartstikke leuk. Goed te bedoelen is ook, je hebt wel een rijbewijs nodig. Wil je er zelf eentje besturen, dan moet je echt je rijbewijs hebben. Ik was toen ik voor het eerst naar Lapland ging, was ik 12 jaar oud en ik zat gewoon achterop aan. Ja, maar het kan ook prima. Ja. Ja. Wat hebben we? Het is een lange vraag. Er worden veel excursies aangeboden waar dieren bij betrokken zijn. Hoe selecteren jullie de aanbieders hiervan? Deze wordt hierbij ook rekening gehouden met hoe diervriendelijk de excursies zijn. Ja, nee, dat is zeker iets wat we hebben dierenbeleid en we zijn heel bewust, gaan we daar ook mee om. En dat is ook goed om te weten van in Scandinavië over het algemeen hoor. Of je nou in Finland bent, in Zweden of in Noorwegen. Dat men een stukje duurzaamheid is heel hoog in het vaandel. En je ziet ook gewoon de dieren waar we mee omgaan, de Sami.
voor hun, nou, ik zou het net zeggen van, het is een Indiaanse koe is heilig. Voor hun is een rendier, is echt gewoon, gezond zijn heel goed voor. De huskies ook, als je naar een kennel gaat en je praat met de mussels en de eigenaren. Ja, dat is gewoon, dat zijn hun kinderen, weet je wel. Dus daar kijken we heel goed naar. Maar heel eerlijk zijn, hebben we ook geen slechte ervaringen dan daarin. Dat met dieren of dat minder goed mee om moet gaan. Dat is toch echt wel. Nee, ik niet. Nee, nergens een slecht gevoel gehad wat dat betreft. De volgende vraag gaat over de vluchten. Welke vliegtuigmaatschappijen vliegen naar Lapland? En hoeveel uren vliegen is het? Ja, net al een beetje behandeld. We hebben in ieder geval Scandinavian Airlines, die misschien nog wel de beste mogelijkheden. KLM, Air Norwegian, afhankelijk een beetje van je overstaptijd. Ja, zit je tussen de 4,5, 6 uur. Soms zijn er ook mogelijkheden dat je bijvoorbeeld een stopover nog maakt in Stockholm. Er zijn verschillende opties. Het is wel af en toe een beetje gepuzzel. En je ziet nou ook door de corona dat de vluchtschema's veel wijzigen en dat er wat aanpassingen zijn. Wij zijn er helemaal van op de hoogte. Goed contact met de verschillende airlines. Dus wij kunnen daar in een persoonlijk gesprek wat meer denk ik en adviseren. Ja. Oké, de volgende vraag gaat over de accommodaties. Kunnen jullie wat meer verschillende accommodaties laten zien? Dat zou ik graag willen, maar ik sta aan deze kant van de computer op dit moment. Dus je kan met ons ook altijd een Teams gesprek inplannen. Hey, iedereen heeft tegenwoordig Teams en dan kan ik mijn scherm delen en met jou samen de accommodaties gaan bekijken. Dat ligt er ook een beetje aan op welke plek je wil gaan verblijven. En met welk gezelschap je bent. We hebben verschillende chalets. Hotels zijn altijd mogelijk. Of natuurlijk de bijzondere slaapplekken zoals het Thijshotel. Ja, we hebben ook, dat is goed om te benoemen trouwens, we hebben ook sinds vorige week, eind vorige week, hebben we een aantal nieuwe bouwstenen live gezet. Ja. Waar we een beetje inzoomen op de verschillende belevingen. Eén daarvan zoomen we ook een beetje in op de accommodaties. Proberen we daar wat meer ook in beeld te brengen, wat meer over te vertellen. Dus kijk vooral ook eens op onze website. Dan vind je meer informatie terug. En, zoals mijn collega al zei, van willen we graag in het persoonlijk gesprek ook wat meer over gaan vertellen. Nog een vraag wat betreft de code geel. Jullie zeggen dat Zweden code geel is, maar volgens mij kunnen wij momenteel zelf Nederland niet uit, toch? Of is het wel mogelijk om af te rijden naar het Zweedse Lapland? Ja, het is wel degelijk mogelijk. Het is gewoon ook hartstikke veilig. Ik zou haast nog zeggen dat het veiliger daar is dan het hier is. Dus het kan wel. Natuurlijk is het wel. En in ieder geval, dat moeten we ook wel serieus nemen. We willen ook gewoon niet dat corona en dat het zich verder verspreidt. Gelukkig is het ook geen massale bestemming. Dus het is ook niet een bestemming waar nou honderdduizenden mensen heen gaan. Maar ja, nee, het is wel degelijk mogelijk. Maar ja, er is inderdaad wel advies om niet naar het buitenland op reis te gaan. Tot half januari. Gelukkig, het seizoen loopt nog lang. Dus ook daarna kun je nog prima op reis, maar het kan gewoon. Onderaan vraag je ook nog even over de quarantaine bij thuiskomst. Nou, dit geldt vooral bij bestemmingen die op code oranje staan. Ja. Daarbij adviseer ik je altijd even om het reisadvies te kijken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over het algemeen is het dat als een bestemming op oranje staat, dat je dan in quarantaine thuis moet voor 10 dagen. Maar dat ligt ook een beetje aan de bestemming zelf. Ja, net als Finland bijvoorbeeld staat nu wel op code oranje. Maar dat heeft met name te maken met de reisbeperking die ze zelf hebben ingesteld. Dus dat je in quarantaine daar moet. Dat staat ook heel duidelijk op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat je hoeft niet in quarantaine als je terugkomt uit Finland. Want ja, er zijn gewoon nauwelijks besmettingen daar. Dus dat is het probleem. Het is meer dat zij zeg maar de besmetting buiten de deur willen houden. Dus, ja. Dan nog even om hier ook door te gaan. Hè, onze flexibele boekingsactie. Er is een vraag over de 45 dagen voor vertrek. Het kunnen kosteloos annuleren. Hè, dat geven we aan. 5 tot 45 dagen voor vertrek is het kosteloos annuleren. En hierbij is de vraag, als het binnen de 45 dagen van tevoren het Zweedse Lapland van geel naar oranje of rood gaat. Wat voor oplossing bieden we hier dan in? Nou, over het algemeen, we geven aan 45 dagen van tevoren kosteloos annuleren. We geven aan sowieso tot 30 dagen voor vertrek is het kosteloos omboeken naar een andere bestemming. Ja, zoals ik eerder al aangaf dat Riksa bijna 5 bestemmingen heeft. Nou, er zijn er op dit moment niet heel veel van bereisbaar. Maar daarbij kunnen we altijd gaan kijken om samen een oplossing te gaan kijken naar een oplossing in de vorm van het omboeken van de reis naar een andere periode.
of bijvoorbeeld naar een andere bestemming. Ja, ja, ze kunnen later in de winter of zelfs kijken naar volgend jaar winter zeg maar alweer doorschuiven. Ja. Dus de bestemming blijft er gewoon, daar zal niet snel iets aan veranderen. Even kijken. Onder een soortgelijke vraag. Even kijken hoor. Even kijken, als het naar code oranje gaat, is de annuleringstermijn dan korter dan 45 dagen? Ja, goede vraag. Ik zou bijna zeggen, kom maar even op terug. Maar even denken hoor. Ja, het is ook even kijken naar de precieze voorwaarden op onze site. En er zijn ook bepaalde afspraken die we met onze partners daar ter plaatse hebben. Misschien is het goed om daar even dan contact met ons op te nemen. Dan kunnen we dat specifiek dan even dat. Maar zoals eerder aangegeven, het is altijd wel eens mogelijk om een reis om te boeken naar een later moment of om te boeken naar een andere bestemming. Nee, dat is gewoon altijd een passende oplossing. Ja, ja. Zeker weten. Ja, dat, ik zeg het nu ook al een aantal keer, omboeken naar een later moment of een andere bestemming. Maar eigenlijk zijn er echt tientallen verschillende soorten oplossingen voor. Daarin zijn we ook echt gewoon een reisorganisatie die kijkt naar de persoonlijke wensen. Ga je bijvoorbeeld dit jaar met 8 personen naar Lapland, met het hele gezin en aanhang. En is dat volgend jaar niet mogelijk? Kijk, dan kunnen we daar natuurlijk ook over in gesprek gaan. Dus daarin zou ik zeggen, bel ons. Neem contact met ons op, kan ook per e-mail. En dan kunnen we kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Ik zie ook nog een vraagje over het Noorderlicht. De beste periode van Noorderlicht spotten. Ik had het net al kort even benoemd. Eigenlijk zeggen van, is een beetje december en januari zijn de beste periodes. Je kunt het eigenlijk tussen september en april is het zichtbaar. Hè? Dus het is niet dat dat niet is. Er zijn een paar criteria waar je rekening moet houden als je het Noorderlicht wil zien. Het eerste is de locatie waar je je bevindt. Eigenlijk rondom de poolcirkel of binnen de poolcirkel heb je de meeste kans daarop. Dus de noordelijke dat je gaat, de meer kans dat je hebt op het Noorderlicht. Je moet een goede donkere plek zijn. Dus, en dat is het grote voordeel dus van december en januari. Dat heeft te maken met wat ze noemen de poolnacht. Dus eigenlijk binnen de poolcirkel komt de zon niet boven de horizon. Dat betekent niet dat het pikken donker is de hele dag. Nee, tussen 10 en 4 zeg maar, heb je wel dat het licht is, het schemert wat. Je hebt juist hele bijzondere luchten, het wordt een beetje blauw, roze. Maar het is om 4 uur is het wel donker. Dus je hebt dan de kans om aan het eind van de middag op het Noorderlicht te spotten. Dan hoef je niet tot 2 uur s'nachts zeg maar, op te blijven. Je kans. Noorderlicht is trouwens, het is echt wel een heel bijzonder iets. En het kan een kwartiertje zijn, heel licht aan de horizon. Maar het kan ook heel de nacht, gewoon, en wat je eerder al zei, een soort natuurlijke vuurwerk zo zijn. Dat je gewoon verschillende kleuren aan de horizon ziet dansen. Dus dat is vandaar de periode en de locatie. Dus heldere lucht, geen lichtvervuiling, dus in de natuur, dat zijn de beste plekken. Ik zag ook nog een vraag over het wintersporten in Lapland. Superleuk, ik denk dat ik zeker in deze periode Lapland een hele leuke vervanging is voor de wintersporten. Hè. Er wordt al veel gezegd over Oostenrijk en Zwitserland, dat het seizoen misschien dit jaar niet doorgaat. Nou, als Lapland natuurlijk wel kan, dat zou helemaal mooi zijn. Dan kan je namelijk, wat ik zelf ook heb gedaan in Lapland, 's ochtends mee op een leuke excursie en 's middags het skigebied gaan verkennen. Vooral bij Abisko is er een iets groter skigebied. Maar eigenlijk bij elke plaats die wij aanbieden zijn er wel mogelijkheden om te wintersporten. Hè? Dus te snowboarden of te skiën. En langlaufen heb je ook veel. Langlaufen kan ook. Ja, je kan ook daar je spullen huren. Ik zeg ook altijd vaak, ja, voor de fanatieke skiers of snowboarders, ja, stelt het skigebied misschien niet heel voor. En is het gewoon leuk voor een middagje. En plus, ja, wat ik zelf had, is je gaat naar boven met de skilift, je gaat naar beneden en je hebt een warme sokman nodig. En dat is weer. Dus het is ook gewoon heel erg koud. Dus voor een middagje is dat ook gewoon perfect. Ja. Nou, volgens mij zijn we al een beetje door de vragen heen. Of ik zie een aantal vragen, maar die hebben we al volgens mij min of meer al behandeld. Ja. Dus, heb je het gevoel dat je nog geen antwoord op je vraag hebt? Dan wil ik je misschien vragen om nog een keer te antwoorden op je eigen vraag met jouw mailadres. En dan kunnen we per e-mail misschien ook nog even terugkomen op jouw vraag. Hoe het idee was? Ja, lijkt me een goed plan. Nou, ik wil jullie wel bedanken voor jullie tijd. En hopelijk.
tot snel, tot in Lapland. Tot in Lapland.